Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en vandaag heb ik een auto-ongeluk gehad en zijn we op zoek naar hulp in de En vandaag heb ik een nieuw indie horrorspel op het programma staan waarin we een auto-ongeluk hebben gekregen. Welkom bij... I'm counting to six. This story is about a small village at the first glance. It's no different from the other villages. But something happened in it that changed the lives of everyone involved in this story. Take a look at this and you will see mystery shrouded in a strange fog. And also this story is about a man who happened to be in that village by accident and will have to influence the outcome of a mythical event. Okay. Mag ik verder? Daar gaan we. Help us. Help ons alsjeblieft. How does head hurt? Dit is weer perfect Engels, maar het boeit me. My phone is not working. There is no signal. Oh nee, we hebben geen signaal. I think a drone to the village. It's getting late. I'm looking around. I need to... Okay, we gaan rondkijken. Daar zijn we. In een dorpje. Kijk, we hebben hier een auto-ongeluk gehad. Het is een eenzijdig ongeluk. Need to find help. Oh. Nou, we zijn dus stevast over het feit dat we hulp moeten zoeken. Daar gaan we. Damn, dit ziet er wel echt creepy uit. Besef ook even dat deze bus hier ook gewoon de weg aan het afzetten is. Waarom? Oh, hallo? Ik heb nu al het idee dat ik geluiden hoor. Maar kan iemand mij helpen? Ik heb hier een eenzijdig ongeluk gehad. We hebben hier geen bereik en ik zou graag geholpen willen worden. Oh. Dat is zeker een supermarkt of zo. De Macharak. Macharak? Ik heb geen idee hoe ik dat uitspreek. Ik kan geen Cyrillisch. Hallo. Oeh, er ligt hier iets. Wat is dit? Oké. Okay. We have to protect our children. It wasn't their fault. It was an accident. No, we're not going to touch this witch body. We're going to pretend we don't know anything. It will be better for us all of us. If he finds her, he think it is an accident. There's nothing he can do. Geen idee wat hier staat. Maar goed, we gaan wel gewoon naar binnen. Hopelijk is iemand die mij kan helpen. Hallo, help mij! Please. Waarom hoor ik een radio? Dit klinkt een beetje als het begin van I Wish You Were Here van Pink Floyd, maar ik denk niet dat dat het is. En we horen iemand gillen. Wat is deze game, ouwe? Ik vind het een hele rare setting. We zijn tegenwoordig toch wel in een maatschappij waarin je altijd bereik hebt met je telefoon. Misschien in zo'n Oostblokland of een Russisch land. Of ja, gewoon Rusland aan zich. Dat zal het misschien wel iets minder zijn als je afgelegen bent. Maar hè, het moet toch wel op een bepaalde manier een 2G-verbinding zijn dat je gewoon kan bellen. Plus, we hebben dus een eenzijdig ongeluk gehad en deze... Man heeft nergens last van. Man kan gewoon nog lopen. Man heeft gewoon blijkbaar niks met zijn benen, niks gebroken. Wat ik ook wel erg Oh, die telefoon gaat. Ik dacht dat het was een fietsbel. Maar man heeft gewoon nergens last van. Wat ik wel erg indrukwekkend vind. Maar we gaan gewoon de telefoon opnemen. Want dat is wat je zou doen in zo'n stad, toch? Hallo? Werkt niet. Nou, kut. Waarom ging hij dan af? Ik snap hier echt niks van. We gaan gewoon door. We lopen gewoon hier naartoe. Ik ben erg benieuwd wat wij gaan tegenkomen. Het ziet er wel goed... Kutlamp! Ik ben wel erg benieuwd wat we gaan tegenkomen, wat er gaat gebeuren. Want het belooft heel veel, zeg. Oh, wat is... Hey! Kan je me helpen? Hallo? Wie ben jij? Er zit hier een man gewoon helemaal voorover gebogen. Leeft u nog? Hallo? Wat is dit nou weer? I was sitting in a boat on the lake when I saw that the fog had descended in the water. I tried to swing to the shore, but I couldn't see anything. Finally, when I touched the shore, I rather ran home. In the house, I saw that my wife was frozen like a statue and my dear children were motionless. I ran out of the house in fright to find at least someone who could help me. Okay. Hij is dood! Ik moet hier snel weggaan. Oh nee. Okay, dit vind ik erg creepy. Er staat er opeens een vent. Hallo? Kunt u mij helpen? Hè? Oké, we moeten hier echt gewoon als een gek weggaan. Ik heb geen idee. Dit is niet goed. Dit is niet goed.
Dit gaat niet goed komen. Ik acht de kans heel klein dat dit nog goed komt. Als er opeens een of andere man met een skelettenhoofd staat en zo. En een telefoon die weer overgaat in het huis. Wat hoor ik, ja. Please help us. Wat? Hallo? Hier is iemand met een telefoon. Misschien dat we hier naar binnen kunnen. Kijk, top. Dit werkt. We gaan gewoon hier naar binnen. Ik hoop dat hier iemand is die mij kan helpen. Joe! Is iemand daar? Nee? Wat is dit, gast? Ik vind het erg spannend. Erg indrukwekkend ook. En erg raar. Oeh! Ging de deur nou bewegen? Of moeten we hier misschien iets doen? Nee. Oh, er zat wel een teddybeer met weer een briefje. Dan gaat er een auto weg. Dan gaat er een auto weg of zo. Wat gebeurt daar, gast? Hallo. Is daar iemand? Of niet? Ik dacht even dat het bloed was, maar dat zag gewoon plassen water. Ging er nou net iemand doorrijden? Ja, we horen hier iets. Is dat dit busje misschien geweest? Heeft iedereen ongelukken hier? Dat zou best kunnen. Wat de heck gebeurt daar? We gaan er naartoe. We gaan er gewoon naartoe. Oh, dit meen je niet. Wat zie ik hier gebeuren, ouwe? Wat is dit? Oh. Oh, ik vind het heel naar. Is het een of andere volksopstand of zo? Wat is dit, gast? Please help us. Er zijn hier dus een soort van geesten die hier rondwalen in dit dorpje, ja? En de... Oh, er staat er een hele meute, joh. Maar voor mij zijn er dus een soort van geesten die rondwalen in dit dorpje. En worden wij misschien met opzet daar gewoon tegen een boom aangere... Hallo. Dankjewel. What the fuck? Waarom zijn mannequins soms zo eng? Wat is dit, gast? Staat er nog iemand in de fik? Hallo? Wat de... jullie gaan mij niks doen, toch? Hoop het niet. We gaan gewoon kijken wat dit is. It's all your fault! I haven't done anything wrong to you. My only friend, who was my dog. But you were laughing at him, laughing at me. You even took a loved one away from me. And I've shown you what it's like. You will live in agony forever and this will not change in any way. Wat, maar wat is nou weer mijn fout dan? Dit is iemand die een vriend had en dat was een pop. En dat ging helemaal fout. Ik vind dit spel echt knijterraar. Ik word hier echt niet vrolijk van. Hallo? Hier zijn ook opeens random containers gewoon opgestapeld, want dat is normaal. Dit zie je altijd in Oostbloklanden, twee van die containers opgestapeld. Maar misschien moeten we hier naar binnen. Ik moet gewoon hulp krijgen, dat is onze goal. Gaan we naar binnen? Wat hoor ik? Oh, we hebben toch geen knijpkat? Oh, we zijn opeens in een huis. We breken dus nu in principe gewoon in, hè? We zijn nu aan het... Wat is dit voor gekke lelijke deur? Maar we zijn nu dus aan het inbreken. Top. Goed! Wat hebben we hier? We hebben hier gelijk een briefje liggen. Daar ligt een of ander het duivel steken. Wat staat hierop? I was at the old well. What I saw there and what Luca told me is true. They have to pay for it. I have to punish them. I have to punish them. Dus degene die hier woont moet ze misschien straffen? Ik weet het niet. Hallo? Woont hier nog iemand dan in dit krekpand? Allemachtige. Ik heb kraakpanden gezien die er beter uitzien dan dit, joh. Dit is echt wel gewoon triest als je hier nog in moet wonen. Allemachtig. Dit is wel trouwens een gemiddeld studentenhuis in Nederland. Daar lijkt dit wel echt op. Zo niet opgeruimd, weet je. Een random maaimachine. Een matras waar dan iemand op slaapt. Op de... Een of ander eng vrouwtje dat dan opeens buiten staat. Ja, dit is gemiddeld studentenwoning in Nederland. Ja, ik voel het. Oprecht. Eens kijken wat we hier nog verder hebben. Zie je stofzuiger die nooit wordt gebruikt omdat hij dan niet werkt. Een bed dat al gewoon 7 jaar nooit is schoongemaakt sinds het begin van de bachelor tot... Oh, hallo! Ik ben aan het praten, joh. Wat ga je opeens irritant bellen? Hallo. Ik ga het nog opnemen. Ja, met Melvin.
Wat ben ik hier aan het doen? Ik moet weggaan. Ja, ik moet inderdaad ontsnappen. Dit is niet een hele veilige... Oh, hier ligt nog een briefje. I can only say what I feel to my doll. Luca always listens to me. Luca is my friend. What? Luca is dus een pop. Ga dit verhaal een bezeten pop bevatten wat dit hele dorp heeft uitgemoord? Dat beginnen we wel te lijken. Dat is nu een beetje wat ik begin te denken. Oh, wat hebben we hier ook? Hallo? Kunnen we hier naartoe? Nee. Misschien moeten we weer naar dit raam toe. Je hoort wel iets daar. Maar we mogen daar niet naartoe. Misschien moeten we een sleutel vinden of zo. Hallo? Christus, ik mag er niet naar binnen. Oh mijn god, er zit iemand onder de tafel. Ik zie nu ook nu pas dat die poppen misschien wel een verhaal proberen te vertellen. Want hier is ook iemand aan het heiden. Zou die pop echt zo... Waarom kan ik niet meer opstaan? Oh, nu kan ik opstaan. Zou dit die pop zijn? Zit het Annika zijn of zo? Of hoe heette dat ding? Nika? Ik heb geen idee. Er zit dus iemand onder de tafel. Oh, dit bedoel ik. Er zitten overal poppen verstopt, gast. Wat naar. Oh, we moeten hier echt gewoon weggaan. We moeten hier weggaan. Dat werd ons net gezegd. We moeten gewoon weggaan. Gaan we weer naar buiten. There are bars and all the windows and need to find another way to get out of here. Oh, nee. Ah, dat was heel naar. Dat vond ik echt heel naar. Dat vond ik niet leuk. Dat vond ik niet leuk. Dat vond ik niet leuk. Nou, wat is dit? Ben jij de pop of zo die hier alles aan het verneuken is? Misschien moeten we hier nu naartoe? Nee. Waarom mag ik nergens naartoe? Misschien dat een van die gekke... poppen mij kan redden. Jij? Nee. Nou, die zien er niet echt trouwens heel behulpzaam uit. Zit allemaal te haaien. Heb ik die deur nou net dicht gedaan? Echt waar. Zo typisch dit weer, hè? Wat? Wat? Oké. Okay. Hallo. Blijkbaar heb ik mijn mobiel nog wel voor licht. Een heel eng blauw licht. Oh, en deze deur kan open. Opeens, oké. Okay. Oh, wat is dit, ouwe? Wat de heck is dit? Ja, wat de fuck is dit, gast? Hallo. De koelkast. Gemiddelde studentenkoelkast. Daar zit nooit wat in, alleen bier. Wat hoor ik ook hier bewegen? Ik weet het niet. Waar moet ik naartoe? Waarom kan ik hier nou naartoe dan? Er is hier helemaal niks. Ik word gewoon deze kamer ingestuurd terwijl er een of ander gek kind weer rent. En dat is het. Moeten we terug? Je gaat toch niet zeggen dat de rest van het spel alleen maar zich in het huis gaat afspelen? Want dat vind ik een best karige... Hé, ligt hier een briefje. Die lag er net niet. It had to happen. When I saw that boy through the window, I realized that he saw something he shouldn't have seen. I need to get ahead of him. Ik begrijp er echt niks van. En ik hoor opeens een radio. Hallo? Waar komt dit geluid vandaan? Hé? Ja, ik snap hier echt de ballen van. Oh, hier. Oh! Oh, een pot! We hebben eten! Holy damn, dit staat hier waarschijnlijk ook al een week of zo. Gadverdamme. Waarom kunnen we ook opeens niet meer door de voordeur? Ik snap er echt geen... Oh, nee. I need to find a way up to the attic. Maybe there's a window open there. Nou, we hebben die ladder hier eerder zien staan. Die ladder moeten we hebben. Wat de heck was dat voor geluidseffect? Wat was dat? Laten wij gewoon maar deze ladder pakken. Geen aan... Hallo? Oh, er staat hier opeens weer zo'n gekke pop. Nou goed, oké. Okay. We hebben in ieder geval hier een gekke ladder. Die hebben we waarschijnlijk nodig om op zolder te komen. Gaan we doen. Oh, ik heb ook echt het idee dat hier gewoon ieder moment zo'n hele nare jumpscare komt. Zo'n hele goedkope jumpscare. Opeens iets dat op je afvliegt. Nou, ik weet het niet. We gaan wel omhoog. Klim maar gewoon omhoog. Doe maar gewoon open. Ja, kom op. Niet bang zijn voor wat hier is. Hallo. Dit is zo eng, hè? Hallo. En ook hallo. Wat een leuk welkomstcomité hier op zolder, jongens. Oh mijn god. Ik voel me zo erg welkom hier. Kijk nou, joh. Gezellig met z'n allen. Nou, ik snap hier echt de ballen van. Wat is dit ook? Een of andere mini-doodskist en een doodskop en een hele enge foto van een kind. Het kind zelf is ook heel eng. En een voodoo doll. Jongen, is hier iemand met zieke rituelen bezig? Wat hoor ik nou opeens? It's been 4 weeks since the disappearance. Luca told me that it was the children's fault. He gave me a letter from his mother and he said he had to find out the truth.
Wat? Wie is die Luca dan? Nou, dit vind ik... Oh, ik dacht even dat hier iemand stond, ouwe. Wat hoor ik? Oh, wat is dit? Een tv? Hallo? Nou, hier klopt echt niks van. Oh. Matrushka Pop gaat opeens even een stukje rijden. Cool, man. Nee, maar... Wat de fuck vliegt... What? Wat hoor ik ook? Zit daar nou iemand? Daar ligt iets, of niet? Daar ligt een gigantisch groot op... Nee, ik weet het niet. Moeten we weer naar beneden? Hebben we... Oh, hier ligt weer een briefje. Ik sta... Yo, dit fuckt met mijn brein, ouwe. Maar goed, wat staat hierop? Oh, gelijk die geluidseffecten. Ja, hoor. One, I lock the doors. Two, I close my eyes. Three, I find a place for yourself. Four, don't breathe. Five, feel your heart pounding. Six, wait. Oh, dat is de titel van dit spel. Ha! We moeten dus iets van 6 seconden doen. En de ladder is gevallen. Nee, hoor. Oh. Oh, nee, hallo. Ik mag daar niet naartoe. We moeten hier naartoe. Ik ben echt bang voor echt een jumpscare, joh, dat je, wij u tegen zegt. Oh. Nee, hier is weer niks. Oh, hier is weer niks. Oké. Okay. Dan misschien de andere kant op. Waarom zijn we nu ook naar beneden gesprongen, trouwens? Kun jij mij helpen? Nee, oké. Okay. Nou, dan niet, jong. Hier dan iets. Oh, het gaat ook nog eens onweren. Ik vind het echt geen leuk spel. En dat komt puur en alleen door de setting. Het verhaal is heel krom. Maar de setting is zo naar, hè. En ik weet wel wat een goede setting is voor een horror game. Heb ik dit al gelezen? Ja, heb ik al gelezen. Oh, er ligt hier wat onder, joh. Wat is dit voor hoeren onduidelijke foto? Wat de heck? Nou, prachtig. Moet ik hier wel überhaupt... Oh! Oh, achter die kast is opeens iets. Nee. Oh, nee. Wat in de hemelsnaam was dat? What the fuck? Er is een geheime deur hier. Er moeten sleutels ergens liggen en een crowbar. Ongelooflijk. Moeten wij weer vinden. Wat is dit? Open the lock, use these hints. We hebben een sleutel. Wat hoor ik ook? Hallo? Waarom is er opeens iemand aan het naaien, gast? Iemand gaat midden in deze game gewoon even naaien. Ongelooflijk, hé. Maar we moeten iets met de sloten doen. De telefoon. En nog iets. Nou, geweldig. Maar ik snap... Jongen. Echt waar. Kan je ophouden met naaien? Gaat gewoon door. Gaat ook steeds... Oh, hier ligt de sleutel. Ja. Dat hoorde ik. Maar we hebben een sleutel. We hebben een sleutel. W. Holy damn. W in die chat. We hebben een sleutel. We gaan hier nu... Niks? Nou, wat is dit nou dan? Hoeveel sleutels moet ik zoeken? Is dit oprecht gewoon een of ander van... Zoek de sleutels? Ik heb hier toch geen... Oh! De tweede sleutel ligt ergens bij een venster. De tweede sleutel ligt bij een venster ergens rechts. Misschien dan bij dat venster. En er is opgehouden met naaien. Oh mijn god. Dan is het niet deze raar. Nee, dan is het... Oh, hier is nog iets. En links in de lade. Oké. Links in de... Ik wist het. God, echt ongelooflijk dat die jumpscare er zat. Want ik wist, zoals ik net al zei, dat er... Ik schrik nu ook al van die pop. Ik ben zo helemaal invested, zoals mijn chat in dit verhaal. Hé, hier ligt de tweede sleutel. Top. Nice. En dan de derde sleutel lag ergens in een kastje hier. Niet schrikken. Hier ergens een lade open trekken of zo. Ja, kijk. Hallo? Wat was dat voor gaar episch shot? Je zou toch zeggen dat hier... Wat? Oh, dankjewel! Blijkbaar kregen we van hem de sleutel. Of haar, of het. Ik heb geen idee hoe die zich erin...
Tering goedkope jumpscares. Holy damn. Nou, we hebben in ieder geval 3 sleutels. Dat zal wel genoeg moeten zijn voor die 3 sloten. Gaat hier weer ergens een jumpscare komen? Ik weet het niet. Maar dit is echt gewoon zo... Hoeveel sleutels moet ik nog vinden, gast? Ik heb er toch 3? Wat mis ik nou dan? Oh, jij hebt nog iets voor mij, of niet? Hallo? Oh, de crowbar natuurlijk. Ik was de crowbar vergeten. Dankjewel, Pik. Lopen. Ja, nu gaat hij toch weer iets komen. Gaat hij... Ik heb echt het gevoel dat ik zo... Niet omkijken. Gewoon... Oké. We zijn ingebroken. We zijn verder in het huis. Bam. Wat is deze plaat? Ik weet het niet. Waar zijn we nou doorheen? Oh, kijk. En opeens hebben we ook heel veel bekijks achter ons. We hoeven daar nu niet naartoe te gaan. Nee, maar ik was gewoon even benieuwd wat ze dat deden. Yo, echt waar. Hoe hebben we onszelf zo in de nesten weten te werken? Dit is toch bizar? We wilden alleen maar hulp zoeken. Ach, god, echt. Oh... Wat hoor ik ook. Oh, hier ligt ook weer zo'n tyfusbriefje. Tikhon? Het klinkt een beetje als tikken. I'll understand you if you're mad at me. I knew that deep down you wanted to have real friends and you missed the live communication with other people. I couldn't let anyone get close to our family, otherwise they would have found to our secret. And what happened to me now would have happened so much earlier. You were kind to everyone, but they didn't deserve it. I wanted the best for you. My mother, your grandmother, taught me many things. And she also told me not to trust people. Because they are afraid of people like me. Na al die jumpscares kan ik gewoon oprecht niet meer concentreren op dit verhaal. Het is echt ongelofelijk. Maar goed, prachtig. Boeien. Wat hebben we hier? Dit is gewoon een of andere... Wat hoor ik al... Zit jij dat te eten? Waarom maakt dat konijnenknuffelding eetgeluidjes? Nou, ik word hier echt niet vrolijk van. Voor mij is het een soort van achterhuis of zo. Voor mij is het een soort van geheime tweede kamer, waar misschien wel of een geheime tweede huis. Oh, nou, ik haat kinderen. Ja, gaat er weer iemand ook klappen? Ik kan ook klappen hoor. Maar wie doet dat? Wie zit hier te... Oh, die knuffel is wel met mij aan het dollen. Er zit een mes in. Ik heb een mes. Nu ga ik mezelf niet kunnen zeggen waarom ik een mes nodig heb. Maar die vrouw misschien wel. Oh, misschien kan dit... Oh, misschien kunt u mij helpen? Ik heb een mes gevonden. Nou, dat is een nee. Ik had oprecht een klein beetje hoop dat zij misschien kon zeggen wat ik met dat mes ging doen. Maar nee, helaas niet. Want... Wat de... Come on, turn on! Ga alsjeblieft aan! Oh, mijn mobiel / zaklamp doet het niet en nu is dat ding weg. Gaan we naar... Wat gaat er gebeuren? Als die mannequin zo staat, ga ik ook zo staan. Ik moet zo... Ik ga gewoon zo lopen. Dan gaat hij weer zo'n stomme jumpscare komen. Ik voel het aan alles. Dan gaat hij weer... Hallo. Trouwens, wat een tieten, ouwe. Holy damn. Maar, wat de? Wat is dit nou weer? Kun jij mij helpen? Nee? Oh, maar ik... Wat een hoerenenge pop trouwens. Maar wat willen ze dat ik ga doen? Wat? Wat zijn dit voor mannequins, ouwe? Jezus Christus. Zieke boenda, zieke tieten. Holy damn, wordt bijna geil van dit spel. Maar goed, we gaan door. De radio is hier aan het afgaan. Ja, wat is dit? Please help us, gaan ze dus zeggen. Ja hoor. Oh. Oh nee. Is dat nou die radio of is dat gewoon een stem in mijn hoofd? Wat is dit? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Misschien dat deze deur niet open kan. Die deur kan nog steeds niet open. We gaan terug. We gaan terug naar al die hele gekke mannequins die er echt allemaal zo...
Hele enge Russische stem. Moet ik hiden? Moet ik ergens hiden? Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Find a place for yourself. Ja, tussen al deze mannequins. Ik ga hier gewoon tussen staan. Doe alsof je mannequin bent. Doe alsof je mannequin bent. Zo staan. Чувствуй, как сердце стучит. Ja, nu is de vraag, hoe lang gaan we moeten wachten? Hoe lang moet ik zo gaan staan? We zijn een mannequin, net zoals al deze andere mannequins. We zijn... Zie? This way. We mogen wel lopen. Oh, we mogen gewoon... Oh, er is gewoon iemand die vraagt of ik die kant op wil komen. Kijk, deze prachtige vrouw. Ja? Oeh, we mogen aan de tieten zitten. Insane. Dat is voor mij ook alweer anderhalf jaar geleden. Kijk dan. Insane. Kijk. Holy shit. We gaan ze neer moeten steken. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. Oh, what the heck. Oh, nu is deze deur wel toegankelijk. Oh, nee. Waar gaan we nou weer heen? Hebben we de uitgang gevonden? We waren bezig met het vinden van een uitgang. We zijn echt van het hel of van het zoeken naar hulp gegaan naar half erotische content met mannequins naar een kelder. Een kelder. Ja, want hier ga jij een verbinding vinden voor je telefoon of andere hulp. Ja, man. Geloof je het zelf nog? Echt, dat ongeluk wat je eerder hebt gehad, dat is gewoon een beetje een dom begin van dit spel. Het slaat naar... Oh, misschien zit hier iemand opgesloten. Hallo? Wat de heck, gast. Ja, dit is echt ongelofelijk waar. Oké, misschien moeten we het briefje lezen. Six kids bullied me. They mocked me because I was too kind. Because I'm not like everyone else. They were involved in the murder of my mother. I was able to punish 5 people. They wanted so much to go home to their mom and dad. I let their parents find the children on my doorstep. But what they saw, they couldn't believe their eyes. Their children were mutilated. Now they're going to suffer just like me. What? Zou er een gepest kind een of ander ritueel hebben gedaan? En dat een beetje uit de hand is gelopen in dit... Hé, hey, wat is dit? Een priem of zo. Ja, een priem. Staat er nog... Daar staat iemand. Er staat er iemand. Maar zou er een of ander ritueel gedaan zijn hier door kinderen? En dat het een beetje uit de hand is gelopen van... Ja, die pesters moeten allemaal... gedood worden of zoiets. En dat een beetje fout is gegaan. Ik weet het niet. Of niet eens zozeer gedood, maar gewoon... Nou, hou op met die... Oh, nee, toch? Het was trouwens een schroevendraaier. Daar gaan we. Doe je even rustig? Hallo? What the heck? Weer zo'n gek plekje. Wat hebben we hier? Dear son, don't be afraid of that. That is a rebirth. You've done a lot. A new stage has arrived. Let them think they've beaten you. It will destroy them. Zie? Dus die zoon heeft misschien wel met zijn of haar moeder... Of die zoon heeft met zijn moeder of zo... Of vader, weet ik veel... Een ritueel gedaan, waarbij allemaal kinderen die zoon pesten, gewoon bezeten zijn geraakt. Zoiets. Dat is een Oh, die pop is hier weer. Dit is wel creepy. Dit is wel eng. Maar volgens mij is dat het verhaal. Dat is een beetje wat ik er nu van begrijp. Alleen wat het nu te maken heeft met dat auto-ongeluk van het begin. Joost, oh nee, we mogen hier naartoe. Ze staan weer er klaar voor, hoor, de mannequins. Ongelooflijk. Oh... Hallo. Come here, don't be afraid, come here. Oh nee. Oh mijn god, wat? Er hangt iemand. Deze mannequin die... Die kijkt gewoon echt gewoon recht. Wat hoor ik? Ik hoor die grammofoonplaatspeler. Mag ik er langs? Ik mag er dit keer niet langs. Misschien moeten we weer kruipen hier onderdoor. Nee, ook niet. Waarom mag ik hier ook geen mes in steken? Oh, hier moeten we naartoe. Hier naar rechts moeten we. Oh, nee. Oh, oh. Hallo.
Wie ben jij? Ik heb geen idee. Het maakt me niet uit. Die zat weer zo'n ding. Ja hoor. Opeens stopt de muziek. Deur die op slot zit. Geweldig. Nog een deur die op slot zit. Ongelooflijk. Dat... Oh, die heb ik nodig. Of niet? Hallo? Ik zie hier letterlijk al het spul liggen dat ik nodig heb, maar ik mag het niet pakken. Oh, ik moet jou aan de kant drukken ofzo. Wat? Hoe werkt dit? Je zou toch echt zeggen dat ik hier wat mee moet doen, maar dat mag niet. Oh, jezus. Er ligt hier zoveel op de grond. Maar nee, we hebben deze boltcutter nodig. Metaalzaag, een hamer, een tang, een briefje. Maar nee, de boltcutter die staat er tegen de muur. Die hebben we nodig. Ja, natuurlijk, gast. Ik ga gelijk alles maar openbreken, hè, voordat we dat ding kwijtraken. We gaan eens wel links. Hier kwam het meeste geluid net vandaan. Hallo, wie hebben we hier? Oh, what the heck? Er zijn hier echt gewoon kinderen vastgehouden. Misschien was het niet eens een ritueel, maar misschien zijn gewoon alle kinderen die de zoon pesten van iemand gewoon vastgehouden door die moeder. I saw what he did to one of us with someone who didn't have time to hide. It was terrible. He said that he would return to us to our parents only in this form. It was true. Ik begin het... In this is the house of the one who kidnapped the children. People find out about everything and came to deal with it. Ja, zie? Ik begin het verhaal een beetje te begrijpen. Maar het is wel echt een heel naar verhaal. En dan die vrouw die ons de hele tijd laat schrikken is misschien... Oh mijn godje, wat hek, gast. Dit is zo naar. Wat staat hierop? He cut out our tongue and sealed up her mouth so we couldn't scream. He wanted us to play with him. We asked to go home, said we were sorry, but he replied that time would come and the parents would see us again. What the heck? En ik hoor iemand... Wat hoor ik allemaal? Ik hoor iemand ademen. Jumpscare, goedkope jumpscare. 3, 2, 1, bam, boom, biebada, bam, bam. Nee. Dit is allemaal puur voor het verhaal of zo? Ja, dit is allemaal puur voor het verhaal. Hier is niks. Dan maar terug. Precies, daar horen zijn geluidjes. Gekke mannenkern is weg. Ik wist het, ik wist het. We gaan deze kant op. We gaan terug naar die kamer waar al die rituelen gehouden werden. Of in ieder geval waar misschien al die kinderen werden gehumuleerd en zo. Holy damn, joh. Hebben we weer die mannenkerns? Wat gaan we nou doen dan? Een boek. We gaan het boek openen. Ja, want dit is waarschijnlijk opeens de telefoongids om hulp te zoeken of zo. I need a lighter, a doll, and candles. Wat? Wij gaan nu zelf zo'n ritueel doen. Wat? Nou, oké, hier zijn candles. Dan stop. Dit gaat van kwaad tot erger, echt waar. Nou, we hebben de candles. Dan hebben we nog een lighter nodig. Die ligt hier. Top. En wat hadden we als laatste nodig? Candle, lighter en nog iets. Dat was het ook alweer. En wat staat trouwens op dit briefje? Want die is hier ook terechtgekomen. In order to perform the ritual, take a doll, a book, candles, a lighter. Burn it in a circle and then burn the house down. What? We moeten opeens een huis afbranden? Wat? Oh, hier is dat cirkeltje trouwens. Maar we hebben nog een pop nodig. Moet die popje dan ergens terug liggen? Oh, ik ben zo bang voor de goedkope jumpscare, hè. Ik wist! Ik zei het jullie! Kut hoor! Echt waar! Ik wist het, ouwe. Ik wist het, echt waar. Het was te lang geleden dat die stomme hoer mij liet schrikken. Ongelooflijk. Ja hoor, ga jij maar weer met je handen voor je ogen staan. Jongen. Oké. Nu ben ik niet meer bang voor jumpscares. Nu moeten we gewoon zo'n pop vinden. Zo'n pop vinden en we gaan het ritueel doen. We gaan in het huis... Hé! Hey. Oh, die pop moeten we verbranden? Wat? Oké. Dat gaat wel goed fikken trouwens. Ik weet nog niet wat die pop hier nu mee te maken heeft. Ik weet sowieso niet helemaal precies wat dit verhaal inhoudt. Wat de heck is dit? Moet ik weg? Oh. Ik heb inderdaad geen idee wat ik heb gedaan. Factuurtje stuur ik nog wel.
Let's get out of here. I need gasoline and I will burn this house down. Ja, doe dat maar. Waarom ga je... Nou, ik snap er echt niks van. Waar moet hij gewoon nu ontzettend snel weggaan? We hebben een of andere demon hebben we losgemaakt nadat wij een paar briefjes hadden gevonden. Dacht van, oh, dit is wel leuk om te doen. Haha, want we hebben net een auto-ongeluk gehad. Haha, dus waarom mag je hier niet naartoe? Moeten we gasoline in de kelder vinden? Dat zou allemaal wel heel sterk lijken. Waarom mag ik niet naar boven? Hallo? Staan hier wel allemaal van die... Oh! Oh, hier staat gewoon een random jerrycan in de basement. Ja hoor. Die heb ik ook altijd in de kelder staan, natuurlijk. Ja. Want dat is heel logisch of zo. Wat gebeurt hier ook? Wat hoor ik ook? Oké. We hebben het huis in de fik gezet, zeker, of niet? Even kijken of we iets hebben gedaan. Wat? We zijn gewoon terug hier. We zijn terug bij onze auto. We hebben letterlijk niks uitgevoerd. We hebben letterlijk een auto-ongeluk gehad om daarna een ritueel uit te voeren in het meest willekeurige dorpje in heel f***ing Rusland ooit. En onze auto is nog steeds kapot. Wegenwacht is er niet. We hebben geen bereik, geen telefoon. Alleen een kat die hier opeens staat. Hallo kat. Ga jij mij dan helpen? Er is een telefoon. En ik ben de paus, jou hoor. Ik ben de paus. Ongelooflijk. Nou, wie krijgen we aan de telefoon? Hello, rescue service. What happened to you? Hello, I see a house burning in an abandoned village. Dat is wat we nu zeggen. We gaan nu zeggen dat we dat zien. Call the fire department. I'll explain where I am now. Nou, top. I recently watched a blogger. He said that he did not believe in anything paranormal and was in houses where, according to eyewitnesses, something was happening. But he didn't find any evidence until one day he arrived at an abandoned pioneer camp. To be honest, I didn't believe him. I thought that everything he filmed was staged. But now, after everything I've seen and experienced, I realize that the world is not as simple as it seems. And we are not alone. Entities are always nearby, and until you see it for yourself, you won't believe it. I do not know why I decided on this ritual. I wanted to run, but something inside me demanded to put an end to all of this. As a result, I realized that I was in a place for a reason, but I have no idea what lies ahead of me. Dus de reden dat we dit hele hoerenritueel hebben gedaan is puur omdat wij van binnen voelden dat het moest. Ongelooflijk triest. Alexander Reshetnikov. Dankjewel voor het maken van dit spel. Ik vond het zeer bijzonder. Vond je dit ook een leuke video en een heel bijzonder spel? Druk op dat duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en doei!